Welkom alweer bij wereld 8 van Mario vs. Donkey Kong. We gaan nu naar het wonderwoud. Dus vandaag gaat mijn spreekbeurt in deze video over bossen. Ik vind het leuk om in heel deze serie te gaan praten over feitjes die met de game te maken hebben. Die met de werelden te maken hebben. En Donkey Kong is vandaag dus in het bos aangekomen. Dus ik dacht, nou dat is lachen om het daar een keer over te hebben. Volgens mij, ja, met deze knop gaan we zo die schakelaars overzetten. Dan kunnen we naar de andere kant toe. Even een cadeautje pakken. Even sleutel pakken. Deze moet omhoog. Ja, zo, oké. En dan moet ik steeds, denk ik, hier op die knop drukken, zo. Op de juiste... Oh, nee, wacht. Dit gaat fout. Dit duurt te lang. Oké. Maar wisten jullie dat 1/3 van de wereld maar liefst uit bossen bestaat, uit bomen bestaat? Dat is echt sick. Dat is gewoon 33% van de wereld. Ik vind dat echt mega, mega veel. Rick, even focus nou. 1/3 van de wereld. Dat is echt veel meer dan dat ik eigenlijk had verwacht. Oké, die gaat zo. Nu focus. Zo. En dan moet ik nu weer knopje indrukken. Want dan moet ik zelf de sleutel gaan pakken. Ja, oké. Dan moet dit de andere kant op. Zo. Kijk, gaat goed komen. Wat ziek idee. Maar wist je trouwens dat één volwassen boom, die kan dus in één seizoen, kan die... Oh, wacht even. Dat is moeilijk om te focussen hier. Maar die kan dus in één seizoen net zoveel zuurstof produceren als dat... Ja, ik heb het. Ik moet wel doorpraten. Dit is best een lastig leveltje, jongens. Het is moeilijk om mijn spreekbeurt te houden tijdens dit level. Ik ga niet liegen. Eén volwassen boom kan dus in één seizoen net zoveel zuurstof produceren als dat 10 mensen in 1 jaar kunnen inademen. Dus bomen zijn heel belangrijk voor de zuurstof, maar dat wisten jullie vast al. En we gaan naar wereld 2. Level 2 in wereld 7 bedoel ik. Plankton is trouwens nog belangrijker. Plankton zorgt namelijk voor meer dan de helft van het geproduceerde zuurstof in de wereld. Okay, wat is dit? Oh, ik kan een hamer omhoog gooien. Oké. Goed om te weten. Want die gaat waarschijnlijk op... Die wil een speer gooien. Ja, kijk. Waarom raakte ik niks? Ik kan hem ook gewoon slaan. Oh, wacht. Dan kan ik hem zo omhoog gooien en dan kan ik hem daar weer oppakken. Ja, dat was het. Oké. Die kan daar omhoog? Nee? Oh, ik kan ook... Oh, oké. En dan zo oppakken. Oké, duidelijk. Springen! Knoppie! Hallo! Jee! Ga jullie pakken! Dit is wel lachen. En weet je wat ik ook een bijzonder getal vond? Dat gewoon meer dan 300 miljoen mensen die leven gewoon in de bossen. Vind ik lijp. Vind ik echt heel lijp. Oké, hoedie, zegt Mario. Heb ik alle geheimen? Ja, volgens mij wel. Volgens mij is dit genoeg zo. Maar 300 miljoen mensen leven dus gewoon in het bos, hè? Waarvan 60 miljoen echt volledig afhankelijk zijn ook van het bos. Kan ik daar naartoe springen? Ja, oké, dit haal ik gewoon. Zo, hoppakee. Daar is nog een cadeautje. Zo. Nu moet ik denk ik hier naartoe. En dan deze aanzetten. Dan komt deze aap naar beneden. Moet die aap daar naartoe? Kunnen proberen. Ik moet in ieder geval daar naar de overkant. Ja. Dit is wat ik moet doen. Oké, dan moet ik deze aanzetten. Kan ik hier zijn staart pakken? En dan had ze flats. Pak dan dat touw, Mario. Wat doe je nou? Er leven dus 60 miljoen mensen volledig in zo'n bos, hè? Gewoon volledig afhankelijk van de dingen die in de natuur zijn. Gewoon inheemse volken noem je dat. Dat zijn dus bijna 4 keer zoveel mensen als dat er in Nederland leven. Zoveel mensen wonen er gewoon in de bossen. Volledig afhankelijk van wat er in dat bos gebeurt. Geen elektriciteit, geen internet, helemaal niks. Ik heb echt onwijs veel respect voor die mensen. Ik zou niet weten hoe ik zou moeten overleven als ik alleen maar in het bos zou kunnen wonen en leven. Ik overleef daar geen dag, denk ik. Ik zou gewoon al gelijk het verkeerde water drinken of zo. En gelijk al kapot gaan. Nee, respect. Shoutout als jij in een bos leeft. Hey, we gaan naar het level van de bommen. Bossen houden trouwens ook de wereld cool. Deze aarde, die houden ze cool. Oké, ik ga even mee hoor. Hier omhoog. Zo. Zo. Deze meenemen. Ja, oké. En dan moet ik ditzelfde rondje denk ik nog een keer doen. Ik denk dat ik hier gewoon goed moet springen. En dan gelijk nog een keer moet springen. Op zich mag die sleutel ook wel naar beneden. Dan moet ik alleen wel even beter springen. Oh, wacht. Dit was het al, joh. Dit was het al. Nee, ik moet de rode knop nog indrukken. Rode knop. Zo. En oké, dan zijn we er. Het zat veel te moeilijk te denken. Oh nee, wacht! Ik moet die sleutel nog boven krijgen natuurlijk. Ik snap dit level niet. Zo. En dan...
Oh ja, en dan moet ik heel snel terug. Ik snap hem wel. Opnieuw. Oké, pittig level, pittig level. Dat is een level voor slimme mensen dit. Kijk, ik moet die sleutel zo omhoog gooien. Dan moet ik heel snel daar naartoe en zo die knop... Ja, kijk. Zo, dan ligt die sleutel goed en dan ga ik nu... Juist, en dan gaat het zo door. En dan... Oh nee, dan moet ik echt nog snel zijn. Nee, kak. Deze struggle, jongen. Zo, ja. Ja. En go. Go. Ga ik dit nou weer niet halen? Waarom ben ik zo langzaam? Ik kan natuurlijk al gewoon sneller lopen. Ja joh, ik kan die rode knop al indrukken. Ik hoef helemaal niet te wachten. Oeh, net op tijd. Oké, okay. We hebben bommen nodig. Hatse flats. Ontplof maar. Ja, snel. Ik heb niet alle tijd. Denk ik hier een bom meenemen. Zo. Dan die hier laten ontploffen. Boom. Dan kan ik er eentje van boven meenemen. Zo. Zo. Dat alles hier laten ontploffen. Knop indrukken. Ja, hoe pak ik dat cadeautje daar links? Kijk, deze is wel duidelijk. Ja, kijk, salto achterover. Dat was hem. Kijk, kom Bob. Kom maar. 1, 2, 3. Ontplof! Lekker! Hatse vlaats. Oh, trouwens, als je het leuke video's vindt, vergeet niet die duimpjes omhoog te doen, jongens. Ik zie dat jullie het soms vergeten. Niet vergeten. En abonneer als je van Nintendo houdt. Door naar level 4. Wisten jullie dat bossen ook belangrijk zijn voor medicijnen? Bijvoorbeeld het astma-medicijn, theophylline. Dat wordt gemaakt van middel uit cacaobomen. Ik ga trouwens gewoon met deze sleutel hier naar boven. Ik heb geen idee of dit de bedoeling is. Oh, wat is dit allemaal? Deze kunnen we pakken. Hierboven is voor de rest niks. Eerst maar eens kijken wat ik moet doen, want hier moet dus de sleutel naartoe. Maar waar is de rode knop? Oh, hier is de knop. Dan moet ik nu denk ik met die sleutel helemaal daar naartoe. Of, nee, oké, we kunnen gewoon zo. Ik moest gewoon één rondje doen en dan kan ik hier doorheen. Dat is weer veel te moeilijk te denken. Ik hoef die sleutel helemaal niet mee te nemen, joh. Wat ziek idee. Oh, en trouwens, een mengsel van de rode cedernaalden. Die helpen voor het ziekenhuisbacterie MRSA. Dat is een super hardnekkige bacterie die soms in ziekenhuizen voor komt. Ja, dus dat. En ongeveer 70% van de medicijnen die worden ingezet. Oh my god. Waar komt die opeens vandaan? 70% van de medicijnen die worden ingezet tegen kanker. Die stoffen die daar dan in zitten, die komen alleen van... Die zijn alleen maar te vinden in de regenwouden. Dus tropische regenwouden, die zijn ook echt super belangrijk. Oké, nu snel doorspringen, dat ik niet weer een bom op mijn bakkers krijg. Dus moet er nog ergens een geel cadeautje ook zitten. Ah, kijk, die zit daar rechts bovenin. Zal moeilijk zat worden, denk ik. Ik ga... Oh. Oké. Bedankt. Fucking vleermuis. Klim omhoog. Spring. Pak hem. Oh. Ik ben naar beneden gegooid. Maakt niet uit. Ik leef nog. Jeetje, wat een bommen overal, joh. Oké, spring. Spring. En pak. Yes. Nice. Wereld 5. Naar de Shy Guy in Borling. Waar zijn die Shy Guys te vinden? Eens even zoeken. Oh, ik had eerst even terug moeten gaan. Nu kan ik het cadeautje zeker niet meer pakken. Of wel? Ja, wel. Maar hoe kom ik bij die gele knop daar? Wat is dit nou weer? Moet ik dan eerst dat blauwe knop aanzetten of zo? Ik denk het. Okay, hier is cadeautje nummer 1. Ga hier overheen springen. Oh, nee, dat hoeft niet. Deze gaan... hoe werkt dit allemaal? Oh, wacht even. Ik moet hier naartoe. Zo, hartstikke idee. Sleutel naar boven. Ja. Deze knop indrukken. Ja. En dan hier achteraan. Hier zit maar één cadeautje in dit level. Denk deze. Andersom. Ik had de sleutel boven moeten laten liggen, zeker. Ik had de sleutel nooit mee moeten nemen. Kijk, die sleutel kan daar. Nee! Je zit op het randje! Ik moet dit opnieuw doen. Ik moet er denk ik gewoon voor zorgen. Kijk, ja, die sleutel ligt nu daar beneden. Oh, joh. Kijk hoe makkelijk dit level is. Het is verschrikkelijk. Zo'n simpel level eigenlijk. Maar hier hebben we met Shy Guys te maken die het bos beschermen. Ja, eigenlijk voelt het niet goed om die Shy Guys zo kapot te maken. Want ik ben er echt van overtuigd dat bossen echt mega belangrijk zijn in de wereld. Oeh, ik werd bijna afgestraft, zag je het? Ik denk altijd als we bossen weghalen uit de wereld, dat het dan helemaal fout gaat. Ik bedoel, dan gaat het met de zuurstof op aarde sowieso al niet goed. Laat staan ook alle andere problemen die er worden veroorzaakt dan. Oké. Oh, oh, oh. Ik had in de touw moeten springen. Kijk, gewoon zo. En dan... Niet zo. Oké, kom maar. Oké, nu heb ik je, maat.
Dan gaan we hier in deze staart hangen. Zo, hebben we dit cadeautje te panken. Oh, oh, dat hoeft niet per se hoor. Zo, zo, zo. Oké, we moeten hier heel goed opletten. Kijk, daar loopt het beest te slapen. Kijk, ik kan zo hier omhoog. Ja, kijk. Hotsuki los met een achterwaartse salto. Hoppa! Hebben we het toch gered. Oh, ik ben nu alweer benieuwd naar die boss battle met Donkey Kong. Hè. Die worden ook echt steeds moeilijker. Het laatste normale leveltje in deze wereld. Zo, hierop. En dan rustig. En dan rustig. En dan rustig en doorspringen. Hier doorspringen. Oké, het wordt steeds moeilijker. Er zitten hier twee cadeautjes in dit level. Goed om te weten. Ik zie daar al nummer 1. Die kunnen we denk ik redelijk makkelijk pakken door... Zo. Ja, ik kan natuurlijk ook zo gaan en zo gaan. En dan hier. En dan... Oh, oh nee. Oh nee. Oh nee. Ik moet die knop indrukken. Oh, dan moeten we even opnieuw. We moeten even helemaal opnieuw. Ja, ik moest dat andere cadeautje ook pakken. Daarvoor moest ik wel naar beneden springen. Maar kijk, we kunnen nu wel sneller omhoog. Want we kunnen nu hier dit trappetje pakken. Kijk, en dan kunnen we nu ook de sleutel gaan pakken. Gewoon rustig aan. Als we hier... Oh, bukken. Kan ik hem pakken? Zo, dan gaan we hier doorlopen. Hier opvallen. En dan, ja, zijn we er al. Hoppakee. Kijk, ik hou van dit soort leveltjes. Dit vind ik leuke levels. Stekels onder je dat het volledig mis kan gaan. Daar hou ik van. Oké, we hebben hier een bom. We kunnen hier sowieso een bom opgooien. Dan kunnen we straks even dat uppie pakken. En dan gaan we natuurlijk ook de bom daar tegenaan gooien. Kom maar. Zo, oké. Dan kunnen we straks ook daar naartoe. Oh, we moeten ook hier doorheen, want hier is de trap. Pak hier een cadeautje in ieder geval. Ik wou op die bom springen. Ik dacht dat het wel kon, maar dat kon dus blijkbaar ook niet. Nou, ik laat het uppie nou even zitten hoor. Daar heb ik geen geduld voor. Zo, zo. Mamma mia. Oké, gewoon chill. Chill nu. Zo, cadeautje pakken. En dan over deze bom, ja. Cool. Oké, nu gaan alle bommen omhoog. Dan kan ik even rustig aan. Moet ik ook rustig aan, want anders word ik geraakt. Was het de bedoeling dat we deze gaan indrukken? Ga ik hier naartoe. En nu. Oh, kijk, kijk, kijk. Ik snap hem al. Ik heb deze bom nodig. We moeten de bom hier omhoog gooien. Zo. En dan ontploft de boel daar zo. En dan? Is het ook dan weer met een achterwaartse salto? Wee! Ja, oh, en nog één. Wee! Ja, we hebben hem onder de knie. Hoppa, alle levels weer perfect uitgespeeld. Nog even de uppies verzamelen. En dan kunnen we ons langzaamaan gaan focussen. Moeten we ergens een hamertje gaan pakken, denk ik. Oh, we moeten wel even tempo maken, Mario. We moeten wel even sneller. Kijk, hartstikke idee. Oké, we vallen hier naar beneden. We vallen hier naar beneden. We hebben deze up. Nu moeten we een kant kiezen. Daar is de sleutel. Ja hoor. Lachen. Boven de 60 levels hebben we nu. Levels? Levens. Mini Mario's. Daar komen jullie weer. Ja, sommige van deze leveltjes vind ik toch echt wel lastig hoor. Oké. Kijk uit voor de bom jongens. Niet ontploffen. Althans, niet op mijn Mini Mario's. Oké, ik ga naar boven, ja? Let's go. Ga maar, ga maar, ga maar. Kom maar. Oké, dan wist ik toch niet dat dat ging gebeuren. Oké, ze kunnen niet de bommen aanraken. Dat mag niet. Dan gaan ze kapot. Kijk uit. Ga er niet te dichtbij staan. Jeetje, jullie ontploffen ook bijna. Gasten. Ja, nu gaan jullie denk kapot, man. Oh, gelukkig gaat de bom de andere kant op. Dat is top. Dat is top. Oké, kom maar naar boven. Ja, kom maar. Ze zijn te langzaam. Oké, ik ga even wat testen. Kijken of ze gaan ontploffen op het moment dat ik... Dan kan ik natuurlijk hier bij de trap wachten. Dat lijkt me het beste plan. Oké, gaan jullie allemaal nu mee naar boven, alsjeblieft? Allemaal, hè? Ik ben nu te laat. Ik ben te laat. Kom, 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 kom. Nee, niet naar beneden. Dat is een bom. We hebben de tijd. We hebben de tijd. Zo. En dan gooi ik die daar tegenaan. Ga ik alvast op de trap klimmen. Ja, kom maar. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Met z'n allen. Ja. Ik denk dat ik aan het einde daar omhoog kan of zo. Met een bom. Ja, 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 ja. Ja. Oh, oh, oh. Oh, nee, niet in de kist nog. Ik moet dit nog een keer... kijk uit, er komt een bom aan. Ga nou lekker naar boven, grappies. Jemig. Wat een gekke. Wat een gekke. Zijn niet goed, hoor. Oké. Oké, kom op. Ik moet nog één keer met die bom. Naar boven. Waarom ontploft die nou? Ah, hij ontploft het kapot snel. Kan ik hem niet gewoon hier omhoog gooien, deze bom? Kijk uit, kijk uit. Weglopen, Mario'tjes. Het zijn... Oh my god, jullie staan daar gewoon bijna, hè. Jullie gingen bijna kapot daar, hè. Stelletje appies. Oké, pak hem. Pak die oog. Oh, man. Oké, springen maar. Kom maar. Nee? Oh, moet ik nou weer eerst die knop indrukken? Kunnen jullie echt niet hier omhoog springen? Waar is de blauwe knop?
de rode knop. Waar is überhaupt een knop? Dit gaat fout. Ik heb geen tijd meer over. Hé? Poep! Dit is het. Weg met die bom. Gaan we weer omhoog? Ja, maken we hetzelfde rondje. Gewoon nog een keer. Ja, en dan zijn we er. Nou, hé. Ga maar in de kist. Finally! Donkey Kong, ik kom je halen! Daar is het, u hoort Konkie Konkie. Ik heb sowieso... Oké, bommen nou... Oh, nou, dit begint al goed, hè? Zal ik gewoon beneden even wachten op die bom? Ik wacht hier wel, ja? Tot die bom beneden is. Oh. Tot die bom daar naartoe gaat. Ben je een beetje irritant, Donkie Konkie Wonkie? Heb ik wel genoeg tijd, zeg maar? Oké, dat is één. Dat is één. Oké, ik heb hier twee. Ga ik er weer langs deze kant, denk ik? Ja, zo, twee. Die ga ik denk ik niet kunnen pakken. Die is te langzaam. Ik kan deze wel pakken. Nummer drie. Die ga ik denk ik ook even nog niet pakken, want die gaat zo ontploffen. Ik ga voor deze hierachter. Oh. Nee, dit gaat hem niet worden. Dit ging hem even niet worden. Gaan er meer bommen ontploffen dan? Hoe werkt dit? Oké, even rustig. Even kalm weer. Even kalm. Hier komt er een aan. Ja, en doei donkie donkie monkey donkie. Hoppakee. Second try. Deze was wel goed te doen. Ga je er nou weer vandoor? Is het nou nog niet klaar? Waar ga je nu naartoe rennen dan? Gewoon weer perfecte scoren, hè? Tot nu toe ben ik een lekkere baas, donkie donkie. Hotsieflot. Hij gaat nu naar de... Oeh, naar de schemerstad. Oké. Oh, dan gaan we waarschijnlijk bovenop een gebouw gaan we keihard een gevecht aan. Nu al zin in. Doe even een duimpje omhoog. Abonneer als je van Nintendo houdt. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!